way to stop people from smoking is by making non-smokers afraid of smoke. Nagezweet moeten om het meeroken en niet te laten gebeuren. Wat je vanuit Amerika nu al hoort zeggen is van als een normaal gezond iemand een kroeg binnengaat waar het te veel gerookt wordt, kan ik ter plekke doodvallen. De zaak wordt ontzettend overdreven. Scientific world does not believe that at all. Zelfs als zou er geen risico zijn, maar als het alleen maar irritant is, doe je het niet. What they found was that there was no real effect from secondhand smoke. But they also found something else.